Vandaag in Dommeland Live gaan we even terug in de tijd met Kees en Debbie van der Loo. Zij zullen samen met regisseur Jeroen Wijnen komen praten over het nieuwe toneelstuk Sneeuw op het Prikkeldraad. We gaan het hebben over de generatietuin hier in Bokstel. En Maya Toele komt langs en komt op de bank zitten. En zij komt praten over haar nieuwe Facebookpagina Alles is Gratis Bokstel, wat al een ware hit is op Facebook. En we gaan het hebben over de Koningsdagplannen 2015 hier in Bokstel en omgeving. En dat alles onder de muzikale burgerleiding van niemand minder dan Freek van Daal. Ik heb mijn stropdasje iets losser gedaan vandaag. Ik ben er klaar voor. Het is dinsdag 21 april. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dommeland Live. Ja, bij mij op de bank Dini Stolvoort, een van de initiatiefnemers van de generatietuin, die net is geopend. Nu zullen veel mensen thuis waarschijnlijk denken, wat is nu een generatietuin? Een generatietuin is een tuin voor generaties. Dat wil zeggen dat we jong en oud bij elkaar brengen. Maar het bijzondere van de generatietuin is dat die niet alleen is voor jong en oud, maar dat ook ongeacht je persoonlijke situatie, of je dus beperkt bent of niet, of ja, of voor ouder kan het zijn of je dementie hebt, dat de tuin zo is ingericht dat iedereen daar een eigen plekje heeft waar hij op zijn eigen manier kan vertoeven of bezig zijn. Want de tuin is ingericht met dementievriendelijk design. En dat is echt iets heel nieuws in Nederland. Mm-hmm. Het is, Engeland zijn ze daar wel 10 jaar mee bezig. Maar in Nederland is er nou 2-3 jaar dat dat op begint te komen. Ja, want we hebben nu in Bokstel is nu de eerste generatietuin eigenlijk geopend. Ja. Waarop, op welke plekken in Nederland zijn er nog meer generatietuinen? Nou, ik heb kennis gemaakt met de eerste, ja, maar dan was het weer een Alzheimertuin. En dat wilden we eigenlijk niet, Alzheimertuin. Dus je moet zeggen, de generatietuin die bestaat uit een speelveld voor kinderen, een avontuurlijke tuin, een boomgaardje en een bloemenmoestuin. En de bloemenmoestuin is met dementievriendelijk design ingericht. En dat zou je kunnen zien als, dus één gedeelte is dan een Alzheimertuin. En dat heb ik gezien bij de vloed. Maar in Nederland is, in Den Haag is denk ik de eerste tuin geweest destijds. Mm-hmm. Maar wat bijzonder is aan deze tuin, vind ik zelf, hè, dat ben ik dan ook heel trots op. Maar het is omdat, het is niet bij een verzorgingshuis. Want in de toekomst is zo, de verzorgingshuizen gaan dicht. Mm-hmm. En wat je ziet nu zijn er tuinen bij verzorgingshuizen gemaakt. En dan zeggen ze al, ja, straks bouwen we onze bewonersbestand af en dan zit je met je tuin. Ja, want het is eigenlijk midden in een woonwijk. Ja, maar mensen met dementie houden van dieren en van kinderen. Dus ja, het is bij de kinderboerderij. Ja. Nou, ik weet niet of je de kinderboerderij kent, maar ja. Een plaatje. Ik ben er helemaal trots op. En ook al die vrijwilligers die dus met zoveel inzet die kinderboerderij hebben opgetuigd en in stand houden. En de gemeente heeft dan een prachtig dak op laten leggen en mooi laten schilderen. Ziet, ja. Ik vind het geweldig. Wat ik me nu moet voorstellen, je hebt het over generatietuinen. Ja. Het is ook een plek waar dementerende ouderen ook onder andere terecht kunnen. Maar ook, ook buurtbewoners. Ja, iedereen. Het is voor iedereen. Maar er staat van alles en nog wat in de tuin. Ja. Mogen mensen er ook dan van plukken? Of, ja, dat is wel de bedoeling. Ik hoop niet dat ze het leegroven in één keer. Hè. Maar dus, dat is spannend. Er zijn heel veel. Er zijn wel meer dan 800 groene burgerinitiatieven in Nederland. En iedereen zit daar mee, want zeggen ze vandalisme of plukken. Maar dat is nu dus de kunst. Van, mensen zijn soms ook hebzuchtig, gaan het straks allemaal leeghalen. Maar dat zien we wel. We beginnen vanuit basis van vertrouwen. Ja. En moet er nog een meer hek omheen, dat zien we later dan wel. Maar we beginnen met vertrouwen. En we hopen dus dat ook, ik wil het eigenlijk dat het een beetje een heilig plekje is. Dat wij nou met elkaar zeggen, wij respecteren dat, we richten het zo in. Ja. Het is ook voor een speciale doelgroep, laten we die mensen koesteren en die plek koesteren. Dat is wel mijn verlangen daarbij. Jij bent een van de initiatiefneemsters. Ja. Wat is jouw achtergrond eigenlijk precies? Ja, ik ben een gerontoloog. En dan zeg ik altijd, dat is heel moeilijk woord. Ja, dan zeg ik gewoon, dat is een psycholoog voor ouderen. Okay. Hè? Maar een gerontoloog is wel zo, wij zien de oudere mens tegen de achtergrond van zijn leven. En daarbij kijken we ook heel erg in wat voor tijd ben je opgegroeid en wat voor situatie. Dus we kijken ook heel beleidsmatig. Je kijkt bijvoorbeeld bij cohort en zeg je, welke groep mensen heeft nou de Tweede Wereldoorlog meegemaakt? Mm-hmm, want mm-hmm. Ja, die mensen worden nu ouder en dan zie je dat die herinneringen terugkomen. En dat die Tweede Wereldoorlog speelt in hun leven een rol. Mm-hmm. En als je nou kijkt voor zeg maar die dementietuin,
mensen met dementie worden weer jeugdig, hè, de dementiegedeelte. Dus die gaan terug in de tijd. Ze worden eigenlijk weer jong. We willen allemaal jong zijn, maar die worden echt weer jong tussen 35 jaar. Je vertelde net al een beetje qua hè, wat er allemaal te bieden is. Nou, het is naast de kinderboerderij eigenlijk, ja. Hè, tegenover. Ja. Wat maakt het die tuin zelf nu ook zo echt aantrekkelijk ook voor bijvoorbeeld de jeugddoelgroep? Ja, nou, wat ik dus zie, dat ik vind het echt, is echt humor. Ben je al stiekem gaan kijken? Zo? Ja, ja, kijk, ik heb er ook in gewerkt, wat dacht je dan? Ja. Ik heb groene vingers, zie je zo wel niet, maar ze zijn echt groen. Maar nee, wat ik zo leuk vond, dus ik heb dus, want we hadden niet genoeg geld. We hebben ook een stichting en we hebben met veel moeite geld bij elkaar gekregen. Maar ik wil even de chef van de Laarstichting noemen uit Boxer. Die startte meteen met een fonds waardoor we durfden te beginnen. Vincentius, die was ook heel genereus. Dat vond ik ook heel leuk. Maar toen gingen we banken kopen en die waren ontzettend duur. Ja. Want we denken, mensen moeten... Kijk, als ik hier zit op deze bank, als je ouder bent en zit laag, dan klap je achterover. Dus mensen willen dommelen, ze moeten een comfortbank hebben. Nee, maar ik bedoel, wat maakt het zo interessant voor de jeugd? Ja, maar dan kom ik even voor de jeugd, de mop. Ja. Dus ik denk, de mop, oké. De mop is, ik denk, dure banken, nou hè, daar heb ik echt wel heel wat weken over gedacht. En dan kom ik bij de tuin, we zitten daar, twee jochjes van 11. En die zitten daar als twee oude mannetjes, twee van die racefietsjes ernaast. Ze racen daar om de bloembakken heen. En ja, het is voor hun ook cross in de tuin. Ja. En het is ook, we hebben ook banken gezet bij de avonturentuin van de kinderen. En dat is meteen al zo. Je ziet opa's die daar gaan zitten en kleinkinderen die rijden daar over de bulten heen. Je ziet jonge moeders, een flesje mee en hup, flesje erin. En dan kijk, weer een samensmelting van allerlei generaties bij elkaar. En het leuke is, als je ook banken hebt, dan blijven ze ook hangen. Dus er is daar ineens reur in gekomen. Dan kunnen ze af en toe even een tomaatje pakken. Ja, maar dat is dadelijk waarom niet. Nou, de bedoeling is wel, ik wilde dus... ik heb nog niet zoveel verstand van zaaien. Ik heb wel veel verstand van planten en bloemen. En ik wil nou kijken samen met de Spruitjesclub van de kinderboerderij... of we dus jongeren en oudere mensen samen woensdagmiddag in de tuin kunnen. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk graag met soepgroenten beginnen... En dat we dan wat later in het jaar, dat we bijvoorbeeld kunnen zeggen van... mensen die alleen zijn of graag samen eten, dat we dan samen soep maken in de kinderboerderij. En dan gaan we soepie doen. Gewoon lekker soepie eten. Heel mooi. En ik zou in de winter stampotjes willen. Ja, heel mooi. Want zo'n worst, ik zal geen namen noemen, dan moet je nooit op tv. Maar als je gewoon een stampotje en een worst erbij, nou, dan heb je voor een prikkie mensen een maaltijd. En je bent samen gezellig bezig geweest. Dus dat soort... De bedoeling is daar ontmoetingen tot stand te brengen en samen... bezigheden hebben, waardoor je een leuke ervaring opdoet met elkaar. We gaan er zo nog over praten. 18 april was de opening. De burgemeester Mark Buijs, onze burgemeester, burgervader, was ook aanwezig. Ja. Wij waren er ook bij. Laten we er even naar kijken. Heel leuk. Mag ik dan meekijken? Zeker. Nou, wel. Ik ben benieuwd. Light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Fireball. We staan hier vandaag bij de opening van de eerste Boxerse generatietuin. En ik wil even kort stilstaan bij het waarom van de tuin en dan hoe we het met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. We staan in de wijk Boxel-Oost met 9400 inwoners, met bijna 4000 huishoudens. En 52% van die huishoudens die hebben geen kinderen of zijn eenpersoons huishoudens. Nou, als je denkt aan mantelzorg en zorg voor elkaar, moet je het even meenemen. Binnen 15 jaar... hebben wij hier 235 mensen met dementie, waarvan er 80% thuis wonen. En dan wil ik bij deze aan de burgemeester de tuin aanbieden en via de burgemeester natuurlijk de Bokselse gemeenschap. Want het is pas een beginnetje, dan moet hier nog van alles gebeuren rondom de tuin, maar het begin is er, burgemeester. Dankjewel, Dini. Het begin is er, maar het is een heel goed en heel mooi begin. Maar het is wel een stuk van een leven wat je toch nog heel mooi in kunt vullen. En dat stuk invullen, dat gaat hier op een geweldige wijze gebeuren. Want het is een langdurig proces en in dat proces kun je nog heel veel plezier en heel veel geluk hebben. Eigenlijk een plekje voor even daar naartoe te lopen.
Dan heb je weer contacten met misschien met andere mensen. Dus ik denk wel dat het een heel goed idee is geweest om dit zo te doen. Het zonnetje scheen in ieder geval op die dag. Wat ik me afvroeg, wie zijn nu diegenen die daar het lintje doorknipte? Want de burgemeester was het niet. Nee, maar het leuke is, dat zijn dus twee jongens van Helicon. En die van de groenopleidingen van Bokstel. En die hadden een afstudeeropdracht. Die hebben een beplantingsplan moeten maken. En zij hebben opzichten gespeeld voor andere leerlingen. Want we hadden een gat van 80.000 euro. Hoe ga je dat nou opvullen? En dus... Ja, want dat heb ik hier inderdaad ook staan. Er was geld tekort. Ja. Hoe is dat opgelost? Ja, ik vind dat zelf wel humoristisch. Want ik was bij de gemeente en het was een plan van 120.000 euro. Dat was 40.000 hadden we beschikbaar een 80 tekort. En dan had je die begroting en dan stond daar zand. Nou, er lag een hele berg zand. Ik zei, god, mogen wij die zand niet hebben? Want is dat overdadelijk? Want dat was van de waterbeheer. En ik zeg, wat is er gebeurd met de stenen van het Breukelsplein? Want die waren allemaal verkeerde kleur, die waren weggehaald. Ik zeg, mogen wij die stenen niet hebben? Nou, die waren al vergeven, maar ze hadden wel andere stenen. Nou, dat was het uitgraven, was heel veel werk. Toen heeft Henk Wagenaars, als een van de ondernemers van Boksel, heeft voor ons alles uitgegraven voor niets en alles afgevoerd. Nou, en zo, ja, we rolden van het een in het ander. Toen wist iemand nog wel een potje voor planten. En het leuke is, toen hebben wij aan Helicon gevraagd om een tuin aan te leggen. Mm-hmm. Dat hebben zij dus ook gedaan. Die als jongen... een soort van schoolproject. Ja, okay. Het duurde daardoor wel wat langer, maar zij hebben ervaring opgedaan. En wat ik ook heel erg leuk vond, want wij willen dus groepen vitaal en kwetsbaar bij elkaar brengen. Toen heb ik gevraagd of ze het samen met de mensen van Cello wilden aanplanten. En dat hebben ze dus gedaan. Dus de mensen van Cello hebben samen met die jongens... Ja, ik vond dat was gewoon een hele mooie ervaring. Die zijn ook mooi betrokken geweest in dit initiatief. Ja, en die blijven ook betrokken. Die blijven samen de tuin onderhouden, één keer in de drie weken. Dat die niet echt verrommelt. Hè. En dus daarnaast moeten we dus groepen hebben die daar actief in de tuin gaan zijn. We zagen het filmpje van 18 april van de opening. Hoe was dat voor jou zelf? Want wat is het traject? Hoe lang ben je daar nu mee bezig eigenlijk? Ik ben 2 jaar... Dan zit ik even vol, want het is heel veel werk. Ja. Huh? Ja. Ik heb daar 2 jaar al mijn vrije tijd voor gegeven. Ja. 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 Ja, naast uw eigen werk eigenlijk. Ja, nee, ja, ik ben gepensioneerd. Hè, okay. Maar mijn man en ik hebben gezegd, na ons pensioen, wij zijn supporters van de samenleving. Wij hebben samen allebei een hele goede baan gehad en een goed leven. Het leven is goed voor ons geweest. En toen zeggen we, we hebben talent en die willen we graag voor de gemeenschap inzetten. Maar hoe voelt het nu? Hoe voelt het dat het gelukt is? Ja, heel trots. Ja, dat kon je eigenlijk van tevoren toch... Want ja, je staat er dan en je verlangen is er. Hè? Maar hoe krijg je het dan gerealiseerd? Dat is natuurlijk... Ja, het is ook een sport. Hè? En ik heb dat ook als een spel gespeeld. Zo van een creatiespel, zeg maar. En dat hebben we heel leuk samen, ook met de gemeente. Want de eerste keer toen werd ik een beetje koud ontvangen. Zo van, hoe had ik gedacht dat te betalen? Want ik had heel naïef mooie plannen. Ja, vanuit je gerontoloog zijn. Dan kijk je door de ogen van ouderen. Mm-hmm. En dan wil je graag de wereld zo inrichten dat ouderen daar ook goed in kunnen functioneren. Want dat stukje wil ik nog wel even kwijt. Wij denken bij ouderen altijd in termen van zorg. Maar als je de wijken goed inricht, mm-hmm. met paden, met bankjes, met ontmoetingsplekken in het groen... dat is de goede inrichting is even belangrijk als zorg blijkbaar nu voor zelfredzaamheid. Dat hebben ze dan uitgezocht. En wij denken altijd in termen van zorg. En wij moeten veel meer denken in termen van wonen, goed inrichten van de openbare ruimte. En in termen van welzijn. Ja. Veel minder in zorg. Hoe reageren eigenlijk de mensen, daar ben ik benieuwd naar... die nu voor de ouderen zorgen? Hele leuke reacties. Want je ziet dat iedereen voelt ook wel, zeker als je met mensen met dementie werkt... de omgeving is belangrijk, de ruimte waarin ze zijn. Want ik zeg altijd, de ruimte moet zijn als een prothese. Als je geen been hebt, dan heb je een kunstbeen, dan kan je toch lopen. En dat is ook bij mensen met dementie. Je moet in die ruimte eigenlijk voor hun denken. Mm-hmm. Dus het moet overzichtelijk zijn, eenvoudig... Dus een duidelijk pad, dat moet ergens heen leiden. Heb je een bankje? Nou, dan ga je een bankje zitten. Heb je daar eens gezeten, kijk je verder. Oh, er is water. Nou, dan lopen we daarheen. En je moet zorgen dat het veilig is. Dus er moeten geen giftige planten in, geen prikkelplanten. Dus ze gaan terug in de tijd. Kijk dan naar planten van vroeger. Mm-hmm. Hè? Dus zo moet je allemaal, je moet je eigenlijk in hun verplaatsen en voor hen denken. En dan kunnen zij functioneren, dus dan is die omgeving, dat kunstbeen, zeg maar, die prothese, dat zij happy zijn. En je ziet ook dat
als je dus ouderen hebt en die soms jaren niet hebben gesproken. En dan zijn er met diertjes en met groen. En ineens gaan ze weer lachen en dan gaan ze praten. Nou, dan moet ik zeggen, daar heb ik wel kippenvel, hoor. Dus, ja, je bent heel betrokken. Ik ben heel betrokken, ja. Toekomst? De toekomst is nog heel veel werk, want het begint nu eigenlijk pas. En, ja, ik heb Oost? Ja, mijn Oost ook, maar ook nog ander. Maar in Oost, ik heb nu alweer zo'n waslijst. Dat ik denk, oh, je probeert nu allemaal groepen op elkaar te betrekken. Dus een soort kijken of een stukje dagbesteding. Maar ook jong en oud, dus zeg maar de spruitjesclub. Dan moet ik nog even met mensen goed zaaien en zo, hè. Dus dat is één. De tweede tuin is er al bijna in Liemt, dan een tijdelijke tuin. Dat wordt een bloemrijke tuin voor bijen en vlinders achter bejaardenwoningen en bij een woonvorm van cello. Mm-hmm. En dus dat wordt nou helemaal schoongemaakt. Dat is echt verrommeld stukje grond. En dan gaan we daar proberen, ga ik met de school en met ouders samen proberen in te zaaien. En als we nog een beetje geld over hebben, kunnen er misschien nog twee banken staan. En dan gaan die van de zomer daar genieten van de bloemen, ja, en van de vlinders en de bijen. En hopen we op nog heel veel mensen zoals u. Ja. Prachtig, dank voor uw komst. Graag gedaan. Dini, en ik ga even naar Freek. Ja. Freek, jij gaat vandaag zorgen voor de muzikale intermezzo's. Ja, helemaal goed. Wat ga je allemaal brengen vanavond? Wat ik vanavond ga brengen zijn liedjes van een theatershow. Die ik heb gedaan een aantal jaren geleden. En dat onder de noemer Melancholietjes. En daar wilde ik graag op verzoek van mensen uit Bokstel een x-aantal liedjes uit spelen. Korte fragmentjes. Ja. En wat doe je op dit moment verder? Want wij kennen je allemaal. One, two, trio. Ja, en ik heb je bij Sinterklaas op het podium gezien, ja, in de Brabanthallen. Ja, klopt. Ja, ik doe heel veel met muziek nog steeds. One, two, trio natuurlijk. Met voornamelijk de kindershow waar we ons op richten tegenwoordig. Na 20 jaar One, two, trio alweer. En daarnaast maak ik concepten. Zowel voor de entertainment als voor de entertainment. Entertainment. En entertainment is eigenlijk een communicatietraining verpakt in entertainment. En voor die dingen maak ik concepten, zoek ik mensen bij en zet ik op in de markt, zeg maar. Ja. Ja. Maar vanavond ben je even bij ons. Nu ben ik gewoon een zanger-muzikant. Ga je zorgen voor de muzikale intermezzo's? Ik zou zeggen, Freek, ja. Take it away. Take it away. Take it away. Dit liedje trouwens sluit naadloos aan bij het zojuist mooie verhaal. Er was eens een tijd dat hij kon dromen. Wat hij wilde kon hem overkomen. Er was eens een tijd dat hij kon zeggen wat hij maar wilde. Zonder het uit te leggen. Maar nu is het donker. Nu is het stil. Hij hoopt soms op een wonder. Dit is niet wat hij wil. Want hij wil nog naar Rome en hij wil nog naar Parijs. Hij wil nog overal komen, hij wil nog lang niet grijs. Niet grijs, na 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 na. Hij wil nog naar Rome en hij wil nog naar Parijs. Er was eens een tijd dat hij kon zeggen wat hij wilde zonder het uit te moeten leggen. Er was eens een tijd dat hij kon horen zonder het spitsen van zijn oren. Maar nu is het donker. Nu is het stil. Hij hoopt
soms op een wonder. Dit is niet, niet wat hij wil. Want hij wil nog naar Rome. En hij wil nog naar Parijs. Hij wil nog overal komen. Hij wil nog lang niet grijs. Prachtig, Freek. Super. In één keer een vol bankje bij mij. Kees van der Loo, Debbie van der Loo, Jeroen Wijnen, regisseur van het toneelstuk Sneeuw op het Prikkeldraad. Wat zich afspeelt op Kamp Vught. Nou, we gaan straks nog vertellen waar het zich nog meer gaat afspelen. Maar voor de mensen thuis die nog nooit op Kamp Vught geweest zijn wellicht. Hierbij even wat beelden. Nationaal Monument Kamp Vught herdenkt in samenwerking met de stichting Sobibor jaarlijks de kindertransporten van juni 1943. In twee dagen tijd, op 6 en 7 juni 1943, werden toen in totaal 1296 Joodse kinderen, meestal begeleid door slechts één van de ouders, via Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor gedeporteerd en daar meteen vermoord. Dit wordt jaarlijks herdacht in een plechtigheid rondom het imponerende gedenkteken op het terrein. Nou, we zien hier dus de panelen met de 1269 Joodse kinderen met hun leeftijden. Maar de leeftijden die zijn dus toen ze hier op Kamp Vught weggevoerd werden. Ja. Dus dit was die schrijfstube, hier moesten zij zich in laten schrijven. Mm-hmm. Dit is de commandantour, dus ze kwamen daar binnen. En dan liepen ze daar onderdoor, dat kun je zien. Die gebouwen zijn er dus nog. En dan liepen ze daar onderdoor en daar moesten zij alles inleveren. Hier werden ze ingeschreven, hier werden ze kaalgeschoren, de mannen. En de vrouwen mochten wel hun hoofdhaar behouden. Nou, en maar werden de kinderen ook gecontroleerd bijvoorbeeld? Ja, de kinderen die moesten wel hun speelgoed inleveren. Maar daar was geen specifiek kampuniform voor. Vrouwen kregen een blauw overal en de mannen kregen een blauw jasje. Blauw gestreept jasje met een broek en een petje. Ik vind toch de herdenkingen, of het nou 4 mei is, maar de kindertransport. Ja, de kinderen, dat spreekt de mensen toch nog veel meer aan. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Kijk, als ik hier voor volwassenen ook een rondleiding geef, dan spreekt dit monument, zijn de mensen daar stil van. En is natuurlijk ook, hè. Het is natuurlijk ook afschuwelijk als je ziet dat er zulke kleine en allemaal jonge mensen, dat die voor niks, zeg maar, vermoord zijn. Dat is natuurlijk... Ja, ik heb daar zelf ook nog best vaak heel veel moeite mee. Ook al, ondanks dat ik al heel veel jaren grondleidingen doe. Maar ja, ik ben ook maar een mens, hè. Ja, we hebben deze beelden trouwens te danken aan LTV Vught. Dus dank je wel daarvoor. Sneeuw op het Prikkeldraad. Toneelstuk, waar gaat het over? Wie moet ik beginnen? Kees? Ja, het gaat uiteraard over Kamp Vught. We zijn Droomproducties is gevraagd om een stuk te produceren voor 25 jaar Stichting Kamp Vught. Ja. En het verhaal gaat over een man die Kamp Vught overleefd heeft. En die gaat zijn herinneringen terughalen omdat hij iemand verwacht die vragen heeft over de oorlog. Mm-hmm. En dan ziet hij ook weer zijn vrouw. Dus dat is eigenlijk in het kort, maar het is, ja. Hij heeft het overleefd, het kamp. Maar hij komt ook weer terug in het kamp. Maar je zegt net, Kees, initiatief van Kamp Vught. Begreep ik dat nou goed of niet? Ja. Ja? Want wie heeft het uiteindelijke script geschreven eigenlijk? Jan Spets. Oké. Okay. Jan Spets. Oké. Okay. Wij zijn eigenlijk begonnen vanuit de vraag om een voorstelling te schrijven voor Kamp Vught. We hadden al 2 spelers in gedachten, ik en Tilly Schenk, mijn regieassistenten. Ja.
En dat waren Debbie en Kees. En vanuit het punt zijn wij gaan kijken van, nou, wat zijn de historische feiten die gebeurd zijn in Nationaal Monument Kamp Vught ten tijde van de oorlog. Mm-hmm. En naar aanleiding van die informatie hebben wij hun gevraagd om een rolbiografie te schrijven. Want we hadden een fictieve lijn gemaakt van, nou, stel dat dit een personage is die dit heeft meegemaakt door Kamp Vught. Ja. Want het is puur gebaseerd op waar gebeurde feiten, alleen zijn het fictieve personages. Dus daar heeft niemand van bestaan. En eigenlijk in feite wat wij gedaan hebben is dit volledige vanaf het moment van de oprichting tot het moment dat het kamp gesloten is, is er eigenlijk niemand die hele tijd aanwezig geweest. Nee. En we hebben dat wel voor gedaan omdat wij juist alle elementen wilden laten zien die er gebeurd zijn in Kamp Vught. Ja. Maar je zegt net, we hebben de spelers benaderd en Die hebben het personage eigenlijk ingevuld. Klopt. En daarna met dat gegeven wat zij gegeven hebben aan rolbiografie En wat wij als historische lijn hadden, Zijn we bij Jan Smeets eigenlijk aangekomen en hebben gezegd van, god, dit hebben we. Maak iets. Maak iets. Maar Kees, je krijgt een telefoontje hierover, neem ik aan. Nou, we kennen elkaar al. Nou, er is een linkje, maar hoe begin je dan? Want je ziet de lijn van dit moet het worden, maar je moet dat personage erin invullen. Ja, ik heb een personage uit de verhaallijn die al een beetje opgezet was over Kamp Vught ook. Heb ik een fictieve naam bedacht. En ik had een gegeven dat ik ambtenaar was en... Dus dan ben ik gaan kijken van waar kom ik vandaan, waar woon ik. Mm-hmm. In Breda opgegroeid. En daar als ambtenaar via wat kruiwagens, omdat ik een vader had die architect was. Mm-hmm. En zo heb ik heel die rolbiografie opgezet. Uiteindelijk zijn het wel 3 of 4 A4'tjes vol geworden. Maar die achtergrond moet je hebben om dat verhaal ook te kunnen neerzetten. Hey Debbie, jij speelt ook mee in het stuk. Ja. Heb jij op precies dezelfde manier als je vader gewerkt? Ja, we hebben allebei zo onze eigen rolbiografie gemaakt. En daar is uiteindelijk, zijn we daar, we hebben nog een heleboel improvisatieopdrachten gedaan. En die zijn nog gefilmd en toen is het hele boeltje is bij Jan Smeets gedropt en die heeft er een prachtig stuk van gemaakt. Ja. Ja. Wat is jouw reden eigenlijk? Want jij bent nog redelijk jong. Nee. Ja, je bent jong, maar ik bedoel te zeggen, wat was jouw reden om dit te doen? Om op deze productie ja te zeggen? Ja, vooral de uitdaging. Sowieso is spelen in Kamp Vught. Dus vind ik een eer en een uitdaging. Vind ik echt heel interessant om te doen. En we wilden gewoon eens een keer ook meer de diepte in met de rollen en... Dus zo zijn we eigenlijk ook, we waren al een beetje met Jeroen aan het kijken om weer eens iets te gaan maken. En zo is het eigenlijk gekomen. Nou. Dat zeg je heel makkelijk. Zo is het eigenlijk gekomen. Zo is het eigenlijk gekomen. Hoe is het nou om samen met je vader op het podium te staan? Nou, dat doen we al heel lang. Nee, maar goed. Het is toch best bijzonder. Nee, maar dit is voor de eerste, ik denk voor de tweede keer dat we echt een stuk met z'n tweeën doen. Ja. En dus dat is wel bijzonder. Ja, daar sta je op zich niet zo heel veel bij stil. Het is meer... Een van de punten die ze zelf aangaven, wat ze per se niet wilden hebben, is dat ze vader en dochter wilden spelen. Ja. Dus dat hebben we nu ook niet gedaan. Nee. We hebben ze totaal juist uit dat onderdeel weggepakt dat het vader en dochter zou zijn. Ja. En dat is wel een, dat is een uitdaging. Ja? Ja. 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 Maar voor wie vooral? Aan wie had je het meeste werk? Eigenlijk is het van een leien dakje gegaan. Dat is heel raar, want omdat ze zelf de rolbiografie hebben mogen schrijven en hun personage hebben mogen uitdiepen, is het voor hun ook heel makkelijk om de tekst die ze gekregen hebben van Jan Smeets eigen te maken. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk vrij simpel om de belevingen die ze zelf hadden binnen het moment gewoon te kunnen spelen, zonder dat je erbij na hoeft te denken. Dus ik hoef alleen maar de kleine dingetjes... kleine finesses aan te brengen. Heerlijk. Ja. We zijn bij de repetities geweest. Laten we even naar wat beelden kijken. Dan weten de kinderen onze pet afzetten. Dan lieten die kinderen onze petten afzetten. Maar meteen moesten we ze weer opzetten. Au! 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 Au!
ze grote lol in. Duizenden moeie, bange mannen in lange rijen die hun pet op en af moesten zetten voor die snotneuzen. En het bleef maar doorgaan. Au! 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 En dan weer sneller en langzamer. Au! 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 Ik heb deze beelden even thuis op mijn laptop bekeken toen ze gemonteerd werden. Had op mij al heel veel indruk gemaakt, nu weer, als ik dit zie. Wat doet dat met jou als regisseur? Wat doet het met mij als regisseur? Kun je dat los? Ik moet het los zien, wil ik het goed kunnen regisseren, ja. Ja? Ja. Tuurlijk doet het me heel veel. Want als je dat niet zou doen, dan zou je zo'n voorstelling denk ik ook nooit regisseren. Maar je moet er heel vaktechnisch naar gaan kijken. Dus je moet het echt gaan behandelen als een voorstelling. En ja... Wat is de boodschap eigenlijk die je wil gaan vertellen nu aan het publiek met deze voorstelling? Ik wil eigenlijk de mensen die het kamp niet overleefd hebben, de stem geven die ze nooit hebben kunnen krijgen. En dat is wel een van de belangrijkste dingen voor heel de voorstelling. Juist de mensen die gevallen zijn tijdens de oorlog in kamp Vught, ja, die hebben nooit geen stem kunnen krijgen. En dat willen wij met deze voorstelling eigenlijk een klein beetje neerleggen wat zij eigenlijk mee hebben gemaakt. Hmm. Hoe is het voor jou, Kees, om dit nu zo terug te zien? Ja, vind of zeg je dan van, nou, ik moet nog een beetje... Nee, om het terug te zien vind ik helemaal niet erg. Maar als je ermee bezig bent en je leeft je in het stuk... dan voelt het wel wat anders dan dat je er gewoon naar kijkt. Dat is een heel verschil. Ja. Nee, ik vond de beelden zo mooi. We hebben nog een klein stukje van de repetitie. Laten we nog even kijken. De grond is wit... De nevel wit, de wolken waar naar sneeuw in zit zijn wit, dat zacht vergrijzelt. Slaap me weer koud om het hart. Het is maar een vers. Je declameerde tijdens het ochtendappel. Hardop, stond verderop tussen de vrouwen en ik kon je woord voor woord verstaan. De grond is wit. Op het moment dat jij naar voren kijkt, hè? Wat bleef je aan deze kant, want dat zie jij hier. Nee. Dus op het moment dat als hij naar buiten kijkt en hij kijkt op dat deel neer, kijk in diezelfde richting mee. Pak zijn kijkrichting mee. Ik moest samen met een oudere vrouw de bunkers schoonmaken. Dan werd je opgesloten als je iets gedaan had wat niet strookte met het humeur van de herren en hun knechten. Eenzame opsluiting. Eigenlijk was het helemaal geen straf. Ik gaf een beetje rust. Niemand die dan tegen je schreeuwde. Niemand die dan schold of schopte. Bunker was leeg, maar het stonk er verschrikkelijk. Naar zweet. Naar pis. Naar angst. Naar dood. Debbie, wat ik voornamelijk zag in de beelden ook, is dat er heel veel monologen gebruikt worden. Hè? Jullie vertellen eigenlijk een verhaal. Zit er ook veel dialoog in, oftewel? Jawel. Ja? Ja. Zit er ook in, ja. Ik weet niet of het ongeveer 50-50 is. Nee. Ja. Maar er zit er wel het een en ander aan monoloog in, ja. Klopt. En maken jullie iedere keer ook een soort tijdsprong, of is het, vindt het plaats in één tijd? Ja. Ja. Het is echt het wachten op het moment dat... de gast zou komen. En het begint zeg maar van het moment dat hij wacht. En ja, tot het moment dat hij eigenlijk niet meer weet wat hij met zijn wanhoop aan moet. En dan krijg je die hele beleving, die zie je terug in de voorstelling. Zijn al mensen op jullie afgekomen die uit die tijd komen? Die het overleefd hebben? Nee, we verwachten wel dat we nog contact hebben met mensen tijdens de voorstelling. Want dat gebeurt, ik heb in het verleden ook nog een andere voorstelling. Of die familieleden hebben die wellicht daar contact met jullie gezocht hebben? Nee. We hebben wel contact gehad met mensen van kamp Vught erover. En we hebben wel mensen die wellicht daar informatie over zouden kunnen geven. Maar daar hebben we eigenlijk bewust deze keer niet voor gekozen. Wat verwacht je qua reacties? Bewogen publiek. Ja, qua reacties, ik hoop goede.
Ja. Ik kan niet anders zeggen. Ja. En jullie spelen in Vught, hè, in, op Kamp Vught. Ja. Maar als klap op de vuurpijl kwamen er ook nog twee andere plaatsen bij, Kees. Ja, we spelen ook in Bokstel en in Liemde. Ja. Liemde 3 mei bij het Hof van Liemde. En 4 mei spelen we in B-Town, het jongerencentrum, langs Museum Mubo. Mm-hmm. En dat hebben we bewust gedaan, omdat de 4 mei is doodherdenking. En het publiek, wat wij ook wel als doelgroep zien, mm-hmm, die naar de doodherdenking gaan, verwachten wij ook wel dat die ook geïnteresseerd zijn in dit toneelstuk. En het laatste is de doodherdenking, is de laatste plek is op het kerkhof bij de Heilige Hartkerk. Mm-hmm. En dan is die stap maar heel klein om even ook naar ons toneelstuk te komen kijken. Ja. Debbie, dus, plannen voor hierna? Nou, we hopen nog vaker te kunnen spelen. Ja, met dit stuk. Ja, zeker. Ja. Exact. De voorstelling blijft ongeveer een jaar tot anderhalf jaar draaien. Echt? Ja. Joh, maar er zijn nu drie locaties. We zijn nu bezig nog met andere locaties als bijvoorbeeld Kamp Westerbork of Amersfoort, die echt met de thematiek te maken hebben. Oké. Okay. Ja. Joods Historisch Museum. Als je in een kort en pakkend zin nog zou moeten zeggen van waarom moet iedereen komen kijken? Omdat het eigenlijk nooit te laat is om te herinneren en te gedenken. Dat vind ik een hele mooie. Dankjewel voor jullie komst. Ja, bedankt. Freek, take it away! Ze zeggen altijd dat zolang je mensen gedenkt, dat ze niet dood zijn. Hè? Zolang je ze de namen noemt. Dag mijn lieve kindje, zei ik tegen jou. Het moment dat ik je zag, werd de lucht opeens weer blauw. De zon begon te schijnen, je handjes vliegend door de lucht. Geluidjes in de ruimte, als een vogel in vogelvlucht. Dit houd ik bij me, al draait het leven door. En op sommige momenten, kies ik er stiekem voor. Met je handjes in de mijne, mijn ogen op jou gericht. Mijn stem in jouw oortjes tovert een lach op je gezicht. Want steeds roep ik je naam en steeds kijk jij mij dan aan. Dag mijn lieve kindje, sprak ik tegen jou. Het moment dat je kwam, verdween in mij de kou. De sterren gingen stralen, je ving ze op je gezicht. De maan begon te lachen, als in een zoet gedicht. Dit houd ik bij me, al draait het leven door. En op sommige momenten kies ik er stiekem voor. Met je handjes in de mijne, mijn ogen op je gericht. Mijn stem in jouw oortjes tovert een lach op je gezicht. Want steeds roep ik je naam en steeds kijk jij mij dan aan. Na 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 na. Want steeds roep ik je naam en steeds kijk jij mij dan aan.
Zo. Dank je. Bam. Prachtig. Ja, van een heel serieus onderwerp waar we even terug in de tijd gingen, gaan we nu weer naar de tijd van heden. De Facebook-periode. Met bijna 1200 leden is het een ware hit op Facebook. De Facebookpagina van Maya Toele. Maya. Hoi. Je zit hier bij mij op de bank. Welkom. Ja. En moet ik even het goed uitspreken? Minu Varsha. Ja. Een van de leden onder andere van de Facebookpagina. Alles is gratis, Bokstel. Ja. Maya, brand los. Hoe is dit idee ontstaan? Ik had eerst een voedselruilhoekje. En dat liep niet. Daar ben ik mee gestopt. Toen zag maar een voedselruilhoekje, wat moet ik me daarbij voorstellen? Voedselruilen. Ik dacht van, iedereen heeft wel iets in de kast staan wat hij niet lust. Of uit de kerstpakket, noem maar op. Om dat op Facebook te gaan ruilen. Ja. En maar tegen eten of drinken. Maar ja, dat bleef steken op 125 leden. Dat werd niet groter en er gebeurde niks. Dus daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Daar heb ik helemaal van Facebook verwijderd. En toen zag ik ergens een gratis site. Ik dacht, dat ga ik doen. En ja, in het begin is leden zoeken. Echt werven, via. Ja. En inmiddels bijna 1300 leden. Ja, en het gaat eigenlijk hartstikke mooi. Het stijgt alleen maar, alleen maar omhoog. Ja. Prachtig. Alles is gratis, Bokstel. Ja. Hè? Kun je even uitleggen, kort nog, wat doen jullie nu precies op de website? Wat zijn de do's en de don'ts? En nou, je mag geen geld vragen. Ook niet ruilen, dus niet tegen cadeaubonnen of net wel. Het is echt gratis weggeven en dingen gratis vragen. En het gaat van keukens tot hele kleine dingen. Speelgoed, schoenen, glaswerk, noem maar op. Zet jij zelf spullen eigenlijk er ook op? Ja. Ja? Ja. Ik heb er ook regelmatig het een en ander op gezet. Maar wat is nou, want ik vind het een heel bijzonder initiatief. Ik geloof er ook in. Ik geloof er ook in dat dit landelijk eventueel een succes is. Is dat er eigenlijk al? Weet ik niet. In Vught, weet ik wel, hebben ze er ook eentje. En die zitten tegen de 1400 leden aan. Dus ik loop een heel eind in. En ik denk dat het overal wel ergens is. Maar ja, ik had zoiets van, het is er nog niet in Bokstel. Dus ben ik het begonnen. Wat is nou het grootste wat iemand ooit heeft aangeboden? Een keuken. Een complete keuken. Die bood hem gewoon aan? Ja, die ging blijkbaar de keuken vernieuwen. En die bood een keuken aan op die gratis site. Maar toen waren er 1199 mensen die waarschijnlijk gereageerd hebben van de 1200. Dat weet ik niet. Daar hou ik niet allemaal precies bij. Ik kijk wel of er geen geld voor gevraagd wordt. En dat ze erbij zetten waar het op te halen is. Zodat ze toch weten van, als ik iets op moet gaan halen, kan het op de fiets, met de auto of met een aanhanger. Of ja, is maar net wat ze nodig, wat ze kunnen ophalen. Ja, exact. Minu Varsha, jij bent een van de leden van de Facebookpagina. Ja, ik ben nog niet zo heel lang lid. Nee? Hoe lang? Twee uur? Nee. Wel een paar maanden, maar ik heb een paar maanden in het ziekenhuis gelegen. Dus ik ben er niet heel fanatiek op geweest. Waarom ben je lid geworden eigenlijk? Omdat ik iets zocht. Ja. En ik vond het in de winkel te duur, dus ik denk misschien heeft iemand het thuis nog wel liggen. En daarom ben ik eigenlijk lid geworden. Ja. En daarom had ik dus ook een advertentie geplaatst op haar groep. Ja. Ja. Want je zegt net inderdaad, ik heb jouw oproep gelezen op de Facebookpagina van Maya. Ja. Je bent 38 weken zwanger. 36. 36 weken zwanger. En je zoekt een ooievaar. Een ooievaar. Ja. Voor in de tuin. Ja. Ja. Maar kom op, er moet toch wel iemand in Bokstel zijn die een ooievaar heeft? Of niet? Ik had een ooievaar zelf gemaakt 4 jaar geleden toen mijn zoontje geboren werd. En die hadden we mooi weggezet. Alleen in maart met de storm is die kapot gewaaid. En omdat ik 3 maanden in het ziekenhuis heb gelegen en dan net uit het ziekenhuis ben. Mm-hmm. Haal ik het niet meer om nog in deze conditie zelf nog een ooievaar te gaan maken. Ja. En bij het tuincentrum vind ik hem gewoon veel te duur voor die ene keer dat hij in de tuin mag staan. Ik zou zeggen, pak gewoon een camera, Minu Varsha. en
en verleidt de mensen in Bokstol en omgeving om jou een ooievaar te geven? Nou, ik ben dus op zoek naar een ooievaar. En dan liefst eentje die ik op het nest kan zetten. Voor in de voortuin. En dus natuurlijk voordat onze baby geboren wordt. Dus ik hoop dat iemand mij gratis een ooievaar wil aanbieden. Nou, ik zou het doen, toch? Ooievaar, kom op. Iedereen van een ooievaar. Hey, Maya, we hebben het nu over een ooievaar. Vind ik heel mooi. Dat kunnen mensen bijna niet weigeren. Zijn er ook hele rare dingen die mensen vragen? Of, Ja, er wordt wel eens om een hond of zo gevraagd. Maar dan heb ik zoiets van... Heb ik er ook ingezet in de regels. Gevraagd hier niet om een hond. Dat kan naar mijn idee niet. Nee. Dat vind ik net iets te ver gaan. Als je een hond wilt of zo, dan gaat het met asiel. Of niet zomaar, patsboom, zomaar een hond. Ja. En zijn het nu vooral... de website heet Alles is Gratis Bokstol. Zijn het voornamelijk mensen uit Bokstol en omgeving? Ja. Of zitten er ook mensen uit... Nou, ik krijg ook wel eens verzoekjes uit Spanje of zo. Maar dat vind ik dan weer net iets te ver. Verzoekjes uit Spanje? Ja. Of ze even de keuken willen komen brengen. Of ze lid mogen worden. Maar, of ze lid mogen worden. Ja, dat vind ik net iets te ver. Ja, want jij beheert helemaal zelf de pagina. Ja. Oké. Heel veel succes ermee. Ja, dankjewel. Minovasja, als iemand een ooievaar heeft, dan kunnen ze denk ik een mailtje sturen naar Alles is Gratis Bokstol. Kan. Denk mag. Ik. Ja. Toch? Of naar mij. Of naar jouzelf. Ja, mijn advertentie staat nog steeds in de groep, dus daar kunnen ze ook reageren. Hoppakee. En heel veel succes met je zwangerschap. Dankjewel. En een fijne avond. Dankjewel voor jullie komst. Ja. Ik zou zeggen, volgende nummertje. Zeg eens iets origineels. Ja, ja, maar wat? Take it away. We zijn in Bokstel. Maak iets moois. Iets moois. Ja. Gewoon een mooi nummertje. Gewoon een lekker liedje. Gewoon een lekker liedje. Doe een mooi liedje. Mooi liedje. Mooi liedje. Want het zijn nog steeds liedjes uit melancholietjes. Ja. Het nooit meer horen van jouw stem. Het nooit meer horen van jouw lach. Het nooit meer horen van jou. Nooit. Het nooit meer voelen van jouw hand. Het nooit meer voelen van jouw kus. Het nooit meer voelen van jouw huid. Nooit zo stil. Zo stil. Zo. Zo stil.
Het nooit meer bang zijn voor de pijn. Het nooit meer bang zijn voor de val. Het nooit meer roepen om de hulp. Het nooit zo vrij. Zo maar zo stil. Zo stil. Zo stil. Zo. Zo vrij, maar o zo stil, zo kippenvel, prachtig. Mooi compliment. Heel, heel mooi. Oké. Nog maar een klein weekje en dan is het Koningsdag 2015. De meeste mensen trekken mooie oranjes aan, gaan de straat op en bouwen er één groot feest van. Zo ook hier in Boksel en omgeving hopelijk. Daarvoor bij mij op de bank Ludie Meister, Gislaine Brouwer en Wilbert Swinkels van Algemeen Belang Liemd, volgens mij. Klopt. Liemde. Ja. Ik zou zeggen, Ludie, bij jou te beginnen. Koningsdag 2015, hoe gaat het er in Boksel uitzien? Hoe gaat het er in Boksel uitzien? Koningsdag vieren wij natuurlijk op 27 april. Ja. En onze hoofdactiviteit is altijd de kinderactiviteiten die wij organiseren. Wij organiseren zelf activiteiten op de markt. En wij proberen altijd, het is eigenlijk een vast stramien, maar we proberen altijd een sausje van deze tijd op te gooien of wat actueel is. Mm-hmm. En dit jaar hebben we ervoor gekozen omdat op stapelen de Broeders Assumptionisten 100 jaar in Boksel zijn. Ja. En er allerlei activiteiten in mei, juni zijn. Hebben wij gedacht, daar kunnen we iets mee doen bij de Oranjefeesten. Dus bij de kinderactiviteiten is vooral ridders en jongvrouwen gaan daar een rol spelen. En we hebben denk ik leuke activiteiten bedacht. Ja, dan want een tweetje naar. Ja, precies. Ja, want we hebben het nu over kinderactiviteiten. Ik wil daar ook nog van je horen wat er allemaal voor andere activiteiten zijn. Maar Gislaine, ik heb gehoord, jij bent voornamelijk van de kinderactiviteiten. Zo kun je het zeggen. Ja, het thema is dus inderdaad ridders en jonkvrouwen. Daar is van alles omheen te bedenken. Hè? Schminken als ridders en jonkvrouwen. Maar wat de belangrijke wijziging dit jaar is, is dat we starten op Stapelen, in het park van Kasteel Stapelen. En dan mogen kinderen hun fiets versieren. Voorheen was dat op twee andere locaties. Ja. En dan mogen ze er echt een stalen ros van maken met een paard. En hè? Nou, ja, daar kun je van alles bij voorstellen. En van daaruit gaan ze samen met een echte ridder en jonkvrouw in optocht naar de markt. En daar zijn dan de kinderspelen. Van alles ook rondom ridders en jonkvrouwen. Allerlei sportactiviteiten, schminken als een ridder of jonkvrouw. Allerlei leuke dingen eigenlijk, allerlei knutselactiviteiten. En op het eind van de middag dan gaan we wederom terug naar Stapelen. En dan is er daar een bijzondere maaltijd. Normaal gesproken is het lange tafels op de markt en hakslagen. Hè? Maar dit, we gaan niet helemaal verklappen, Ludie. Maar het wordt wel heel erg leuk daar. Maar, als ik het begrijp, moeten mensen, of kinderen eigenlijk, zich van tevoren inschrijven? Nee. Of is het, net als wat je zegt, we gaan in een optocht. Maar ja. Het is denk ik ook wel toegankelijk voor mensen die om 3 uur 's middags even lekker de markt opkomen. Ja, ik denk wel dat het gewoon heel leuk is om het hele programma mee te maken. Hè, om het sfeertje totaal te proeven. Alle scholen hebben informatie gehad. De meeste scholen hebben het zeg maar in hun nieuwsbrief opgenomen. Mm-hmm. Dus iedereen is op de hoogte. Er komt van alles in de krant. Ja. Ja. En het is leuk om er vanaf 11:45 te zijn. Maar instromen mag natuurlijk ook. Ja. En misschien wel leuk om aan toe te voegen dat we gebruiken om dan van Stapelen naar de markt te komen.
hebben we de culturele as, de burghakker, een deel daarvan, dat gebruiken wij. En ook daar hebben wij voor gezorgd dat dat op een mooie wijze aandacht krijgt. Dat de kinderen door een mooi versierde straat lopen. Ja. Oh, er is iets met je microfoon. Het is weer goed gekomen. Okay. Wilbert, jij bent hier namens Liemde. Klopt. Vertel, wat gaan jullie doen? Nou, in Liemde hebben we organiseren met een stel heel enthousiaste vrijwilligers altijd een vrijmarkt. En dat is redelijk traditioneel. Dat doen we dit jaar ook weer. Op Concordia Park nodigen we eigenlijk iedereen uit om met hun spulletjes daar een plekje te zoeken. Maar is dat ook vanaf, net als wat in Amsterdam, ik heb er een tijdje gewoond, nu woon ik gelukkig weer normaal in het dorp. Maar om 4 uur 's nachts gingen mensen al zo hun plekje maken. Ja. Nee, bij ons, wij starten met die vrijmarkt om 11 uur. En dat betekent inderdaad om 10:15, 10:30 komen de eerste kinderen. Die komen al aan met hun bolderkar volgeladen met spulletjes. Mm-hmm. En dat installeren ze daar. En daaromheen hebben wij diverse speeltoestellen, luchtkussens, glijbanen en dat soort dingen bouwen we daarbij op. En omdat wij dit jaar als ABL 40 jaar bestaan, pakken we dit jaar wat groter uit dan anders. En komt er ook een ballonnenclown, die komt van die figuurtjes vouwen. Mm-hmm. Hebben we een ballonnenwedstrijd waar we ballonnen oplaten met alle kinderen tegelijk. Gaan we op het eind van de middag nog een hele mooie, hele grote taart aansnijden voor 100 personen. Kijk. En dan maken we er 1 groot feest van. Wauw. Ja. Hey, en we hebben het net, Ludie, gehad hier over de kinderactiviteiten. Wat is er voor de volwassenen eigenlijk te doen? De volwassenen dit jaar hebben wij gekozen om het op de dag voor Koningsdag te doen. Dus we krijgen de Koningsnacht? Nee, avond. Avond? Wij moeten om 12 uur stoppen, dus nou, het is de Koningsavond. Mark Bijs, als je luistert, we willen een Koningsnacht. Misschien volgend jaar, maar dit jaar nog niet. Om aan te sluiten wat Wilbert zei, wij hebben hier traditioneel in Boksel de Vrijmarkt niet op Koningsdag, maar op de dag dat ook Oranje Braderie is. Mm-hmm. En die is toevallig dit jaar gekoppeld aan Koningsdag, dus de zondag daarvoor. Mm-hmm. Dan is eerst de Vrijmarkt. Mm-hmm. Dat loopt door met kinderactiviteiten waarbij karaoke gezongen kan worden op het podium. Naar het avondprogramma waarbij wij in ieder geval Boksel Zingt meedoen. Waarbij wij een koor hebben en individuele zangers die wat nummers te horen brengen waarbij de hele markt kan meezingen. Dat is van 8:30 tot 9:30. En daarna hebben we nog een band die optreedt, Giddy Limits. Die hebben we al ooit vaker gehad. En die kunnen de markt behoorlijk op zijn kop zetten. Dus kunnen we lekker swingen. En de volgende dag kunnen we uitslapen. En op Koningsdag stoppen wij helaas al om 6 uur. Maar dan hebben we geen avondprogramma. Geen avondprogramma? Nee. Nee? Dus de markt is dan? Die is dan wat ons betreft, dan komt hij tot rust. Dus dan mag iedereen de kroeg in? Dan mogen ze toch al, maar dan zeker. Ja. Wilbert, jullie avondprogramma? Of jullie volwassenenprogramma? Nou, wij starten onze Koningsdag eigenlijk met ook traditioneel in samenwerking met de fanfare met de douwtrappen. Dus 's ochtends om 6:15 verzamelen en om 6:00 's ochtends een lekkere wandeling in het buitengebied van Liemt. Kijk. Dus daar starten we mee voor de ouderen. Of voor iedereen eigenlijk. En de Koningsdag sluiten we af met de jeugdsoos. Voor alle kinderen tot 15 jaar hebben we 's avonds nog een soos. Gezellig disco met elkaar. Leuk. Klaar. Maar dansen. Ja, kom maar langs, zou ik zeggen. Ja, dat is bij van mijn moeder. Ik woon natuurlijk op de markt, hè. In Boksel. En ik moet werken ook. Maar ik ga wel vieren. Zo. Kom ik je wel halen. Ik ga het wel vieren. Keileuk. Gislaine, zijn er nog dingen die je graag zou willen vertellen over Koningsdag? Heb je iets gemist? Nou, niet specifiek volgens mij. Misschien dat we het officiële gedeelte hebben, ook niet opgehouden. Ja, dat is waar. Ja, het officiële gedeelte vindt eigenlijk plaats zoals het altijd wel plaatsvindt. Maar de gedecoreerden worden ook opgehaald door onze eigen jonkvrouw en ridder. Dus die brengen alle mensen naar de markt en gaan dan vervolgens naar het fietsversier op stapelen. Ja. Maar dat is wel een extra elementje, hè, dat we daar echt doortrekken in alles wat er gebeurt. Dus er zijn veel ridders en jonkvrouwen te zien in het weekend, denk ik. De oude ridder en de oude jonkvrouw, het zijn wel jonge mensen trouwens, halen dan de ridders van deze tijd op. Oké, met Koningsdag gaan we dus een Boksel terug in de tijd. We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Ja. Met de muziek van heden. Met de muziek van heden. Maar let op, ook bij Boksel Zingt Mee worden we liedjes gezongen uit het verleden. Daarover gesproken, we hebben een ware sing-along hier in de studio georganiseerd. Dus kom maar bij, dames. Ik zou zeggen, zij gaan ook optreden volgens mij op het podium. Mm-hmm. Nou, en u thuis, ik bedank u voor het kijken.
En graag tot de volgende keer natuurlijk bij Dommeland Live. En een hele fijne Koningsdag. Fijne avond nog. Dag. Heel goed. Een muts op mijn hoofd en mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop naar een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutels diep in mijn zak. Even inhaken dan, hè? Inhaken, inhaken, komt je. En ik loop hier alleen in de stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar komt en met z'n allen, la 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 la. Aan Brabant, want daar brandt nog licht. We gaan met z'n allen naar de Peel dan, hè? Komt ie, hè? De Peel en de Kempen en de Meierij. Maar het mooiste aan Brabant, dat ben jij, dat ben jij. En ik loop hier alleen, in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. La 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 la. En dan denk ik aan Brabant. Even denk aan Bokstel, hè? Doe even opnieuw. En dan denk ik aan Bokstel, want daar brandt nog licht.